Vlaamse ziekenhuislandschap krijgen de nieuwe regionale netwerken van ziekenhuizen stilaan vorm. Het is de wens van de overheid dat de ziekenhuizen meer gaan samenwerken om de zorg efficiënter te organiseren en per netwerk specialisaties te groeperen. Tijdens een studiedag van Zorgnet iCuro kwamen een aantal experts en ziekenhuisdirecteurs getuigen over hun ervaringen. Ik merk langs de ene kant een groot enthousiasme, omdat iedereen ziet het potentieel in termen van uitbouw van competenties, delen van wacht over grotere volumes van artsen, patiënt die makkelijker bereikbaar wordt, etc. Langs de andere kant toch ook een grote inspanning om dingen vooruitgang te doen vinden. Met andere woorden, een zekere vermoeidheid die snel optreedt omdat de complexiteit van het samenbrengen van zaken toch wel groot is. De ZNA-ziekenhuizen willen een netwerk vormen met de ziekenhuizen van GZA. Deze Antwerpse ziekenhuisgroep zal 3000 bedden en 10.000 medewerkers stellen. Het vormen van een regionaal netwerk brengt een reeks uitdagingen met zich mee. Nee, ik denk sowieso gezamenlijke visie gaan ontwikkelen, in ons geval 1000 artsen bijeenbrengen, zijn uitdagingen op zich die al heel aanzienlijk zijn. Maar de eerste zaak is te gaan bekijken van hoe gaan we de patiënt er beter laten uitkomen en hoe gaan we dan de artsen laten samenwerken met het ziekenhuis om dat mogelijk te maken. Daarnaast wachten de ziekenhuizen ook op een reeks politieke beslissingen om concreet te kunnen starten. De wet op de regionale netwerken moet immers nog door het parlement worden goedgekeurd. En dan zal er uitvoering gegeven moeten worden aan die wet. Met name hoe gaan we verder financieren, hoe gaan we de netwerken erkennen, welk ziekenhuis zal nog welke functie hebben, wie gaat er spoed op zich nemen, wie gaat er materniteit op zich nemen enzovoort. Dus dat is nog wel, in uitvoering zal dat nog een hele lange weg te gaan hebben. In 2020 zegt de wet dat dit klaar moet zijn. In de regio Roeselare-Menen-Torhout heeft men die zaken niet afgewacht. De ziekenhuisgroep AZ Delta is het resultaat van een fusie die de voorbije jaren al werd ingezet. En als je concreet kijkt wat dat veranderd heeft, dan gaat dat bijvoorbeeld over hoe organiseren wij ons binnen het zorgprogramma cardiologie, dus voor de hartziekten. In alle sites van ons netwerk is er eigenlijk een functie voorzien voor kwaliteitsvolle opvang van de cardiologische patiënt. Het zij gepland, het zij in urgentie. Dat gebeurt overal op dezelfde manier, met dezelfde guidelines, dezelfde protocollen. En dat is uiteraard wat we willen realiseren in het netwerk. Samen met de ziekenhuizen van Ieper en Tielt en het psychiatrisch ziekenhuis uit Pittem wil AZ Delta straks een nog ruimer netwerk vormen voor Midden-West-Vlaanderen. Die partners bouwen nu al samen aan nieuwe initiatieven. Ik geef een voorbeeld. Er is een grote nood in West-Vlaanderen op vlak van uitbouw van kinderpsychiatrie. Nou, binnen met de netwerkpartners zijn we daar een project rond gestart. Er is afbouw van ziekenhuiscapaciteit. Er is een mooi nieuw project uitgewerkt in goed partnerschap met het psychiatrisch ziekenhuis van Pittem. En we gaan in de loop van dit najaar bijkomende daghospitalisatie voor kinderpsychiatrie op die manier kunnen realiseren binnen het netwerk.